Hallo. Om je te helpen bij de invoering van burgerschapsonderwijs op jouw school, hebben we een serie van 6 korte video's gemaakt. In deze video vertellen we je hoe je kunt werken met de eikpunten voor goed burgerschapsonderwijs. De opdracht van de school is om goed burgerschapsonderwijs aan te bieden, waarin je doelgericht en samenhangend werkt aan actief burgerschap en sociale integratie. En dan ook nog eens met alle sociale en maatschappelijke competenties die erbij horen. En dat is niet altijd makkelijk. In de kern gaat het om 2 belangrijke vragen. Wat is goed burgerschapsonderwijs? En wat zijn de bouwstenen die we nodig hebben om dat te bereiken? De kern van burgerschapsonderwijs gaat over de vraag wat ervoor nodig is om vreedzaam samen te leven in een democratische rechtsstaat. Goed burgerschapsonderwijs voldoet aan de basiseisen van onderwijskundige kwaliteit. Denk aan doelgerichtheid, samenhang en aansluiting bij de leerbehoeften van leerlingen. Het weerspiegelt de opvatting van de school over mens en maatschappij en heeft een breed draagvlak. De kwaliteit van het burgerschapsonderwijs wordt gestuurd, geëvalueerd en bewaakt. En het voldoet aan wettelijke eisen. Wat zijn dan de bouwstenen die daarvoor nodig zijn? Deze 9 eikpunten helpen je om goed burgerschapsonderwijs in de school vorm te geven. Is er een duidelijke visie? En zijn er concrete leerdoelen? Is er een samenhangend curriculum en wordt dat dan ook gerealiseerd? Maak je op school bijvoorbeeld gebruik van methodes en materialen die passen bij de visie en de leerdoelen? Past het schoolklimaat bij de leerdoelen? Heeft je school inzicht in resultaten en is er voldoende aandacht voor professionaliteit? Zijn de randvoorwaarden op orde? En is het burgerschapsonderwijs afgestemd op de maatschappelijke omgeving? Deze eikpunten zijn handig voor iedereen die op school betrokken is bij de ontwikkeling en bevordering van burgerschapsonderwijs. Het bestuur, de schoolleiding, leraren en iedereen die verantwoordelijk is voor de sturing van het onderwijs, de onderwijsontwikkeling, de organisatie en de kwaliteit. De schoolleiding krijgt door de eikpunten een overzicht van de onderwerpen die om aandacht vragen en van de onderlinge samenhang tussen die onderwerpen. De eikpunten geven ook aan waarop gestuurd moet worden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Voor het bestuur maken de eikpunten duidelijk hoe de visie op onderwijs en kwaliteit richting geeft aan het burgerschapsonderwijs. Worden de doelen gerealiseerd? En hoe kan de dialoog daarover worden gevoerd? Leraren kunnen de eikpunten gebruiken om zich het burgerschapsonderwijs eigen te maken. De eikpunten maken voor iedereen zichtbaar wat de bouwstenen zijn van burgerschapsonderwijs. Dat zorgt voor een gemeenschappelijke taal, om te bespreken wat de school onder burgerschap verstaat en wat ze met burgerschapsonderwijs wil bereiken.